Hey mensen! Jawel, het is zover. We hebben 10 dingen gemaakt waar alle mannen bang voor zijn. Maar de vrouwen onder ons, dat zijn pas een stel angsthazen. Dit zijn 10 dingen waar alle vrouwen bang voor zijn. En, klaar om te gaan? Ik weet het niet. Ik weet echt niet of ik wel genoeg mee heb. Hoeveel heb je dan? 50 broeken, 400 zonnebrillen, 90 shirtjes. Ja, ik twijfel een beetje. 3 truien. Nee, 300 truien. En 40 bikinis. Maar we gaan naar Noorwegen. Oké, min 40 bikinis. Ja, als je zo vertelt wat je mee hebt, ja. Ik vind dat wel een beetje krapjes als je een heel weekend weggaat. Ik heb zelf 3 koffers mee. Dames, klaar om te gaan? Nee, ik weet niet of ik wel genoeg bij heb. Ik heb voor dit hele weekend alleen maar deze rugzak. En jullie hebben per persoon een grote koffer. Dat lijkt me wel genoeg. Oh, maar... Nou, ja. Ja, dit past echt net niet. Ja, ik denk dan toch echt dat jouw tas thuis moet blijven. Oh nee. Oh nee. Dat is er één. Een rimpel die niet weggaat. Ja. Na je 21ste begin je af te takelen. Jij zit daar al ver overheen. Ja, dus dan gebeuren dat soort dingen. Ja, maar en nu? Gewoon rustig blijven. Spuit er een beetje botox in. Dat doen tegenwoordig echt bijna alle vrouwelijke YouTubers. Maar het is toch vet duur? Dat kan ik helemaal niet betalen. Ze hebben veel meer Instagram-campagnes dan ik. Heb ik wel een oplossing voor? Ja, ik heb een heel goed adresje gekregen van Sean. Hallo, welkom, welkom. Jij komt voor rimpelweegspoot? Ja, voor deze hier. Oh ja, oké. Wil jij een beetje botox? Of een beetje meer botox? Of wil jij heel veel beetje meer botox? Doe maar een klein beetje. Klein beetje? Zeker weten? Ja. Oké, geen probleem. Mooi geworden, mevrouw. 4000 euro, alsjeblieft. Vind je nog content? Kan alleen content? Oh, kijk ons nou even stoer zijn. Wij gewoon backpacken in Maleisië. Echt, hè? Wij kennen de wereld aan. Kom maar op! Nu alweer terug? Het voelt alsof je eergisteren pas weg bent gegaan. Ja, de tijd gaat snel, hè? Als je lol hebt. This is great! Never lag door! With a not one, not two, not three, but 38 layer maandverband broekje. We call it the Pampère. It sits like a Guten, and you will never have red stains in your pants again. And with the gepatenteerde samenstering, you can walk over the streets and nobody will ever notice iets. De Pampère. Dat is echt top, het ligt nooit meer door, hè? Ja, super fijn. En niemand ziet het gewoon. Hey, die dames van tegenwoordig hebben wel allemaal dikke akka veel grip, hè? Ja man, hoe kan het zo opeens? Trainen man, sowieso trainen. Poh.
Ligt het aan mij of kijken die meiden echt heel erg onder ons? Nee, dat ligt niet aan jou. Dat is zo. Oh, ik word daar zo onzeker van, hè? Die meiden zijn zo zelfverzekerd. Ligt het aan mij of kijken die meiden heel arrogant naar ons? Dat ligt niet aan jou. Dat is zo. Ik word daar zo onzeker van, hè? Die meiden zijn zo zelfverzekerd. Ligt het aan mij of praten die meiden echt heel dom over ons? Dat ligt niet aan jou. Die meiden praten dom over ons. Ligt het aan mij of praten die meiden heel dom over ons? Dat ligt niet aan jou. Die meiden praten heel dom over ons. Oh mijn god, Femke. Dylan kijkt naar haar. Serieus, hij kijkt naar haar. Oh, dadelijk gaat hij vreemd. Oh nee, en nu heeft hij het er sowieso met Rick over hoe leuk hij haar vindt. En dat ze knapper is en aardiger en slimmer. En hij bedenkt nu al hoe hij bij me weg kan. Ga je nog gamen? Ja man, Euro Truck Simulator. Jij? Misschien. En nu? Ja, en dan moet je nou de ladder in de panty doen. Iedereen van set alsjeblieft. Ja? Ja, actie. Au. Ja. Daar zijn vrouwen blijkbaar bang voor. Ik vind het ook onrealistisch hoor, maar ja, het zal de sick mind van een vrouw zijn. Mag ik vragen wat jullie aan het doen zijn? We zijn een ladder in een panty aan het doen. Stond in het script. Lekker bezig, Rick! Oké, en dan moet ik volgens mijn navi hier naar links. Oh nee, daar ga ik echt niet in. Dat durf ik niet. Dat is echt zo'n steegje waar enge mannen zitten. Maar ja, hoe kom ik nou bij mijn nagelstylisten? Volgens mijn navi moet ik eerst door het heel erg donkere steegje. Wacht. Ik heb een idee. Ik heb namelijk een baksteenkostuum. Jammer dat er geen vrouwen langskomen in dit heel erg donkere steegje. En dan hadden we lekker naar ze kunnen fluiten. Ja, precies. Ja, daarom staan we juist in het heel erg donkere steegje. Ja, inderdaad. Toch. Oh, wat was dat? Iets of iemand schopte me in mijn ballen. Oh ja, oh, dit steegje is vervloekt. Wegwezen hier. Weg hier. Yes, het heeft gewerkt. Hadden ze bij Kai van der Rea eigenlijk ook moeten doen. Maar toen was ik dus net mijn mascara aan het opdoen. En op dat moment moest ik niezen. Ja, je kent het. Dat is echt heel erg. Marit. Ja? Ik moet zo nodig poepen. Oh. Nou ja, je weet waar het toilet is, dus ga je gang. Ja, maar dit kan niet. Nee, ik kan echt alleen thuis poepen. Maar hoe doe je dat dan op vakantie? Ja, niet. Maar je was vorig jaar 2 maanden in Thailand. Wow. Wacht! Dus die dikke buik toen je terugkwam, dat was helemaal niet omdat je zwanger was van een Thaise man. Jawel, dat wel. Maar waar is die nu dan? Mijn drol? Nee, je kind. Die heb ik laten adopteren. Je drol? Nee, mijn kind. Ah. Moest je nog poepen? Ja, ik ga het proberen. Wow, een kind? En een drol? In 1 buik? Huh? Hoe doet ze dat? Ja, ik dacht dat vrouwen helemaal niet poepten. Jongens, is dit
Nee. Dit klopt denk ik niet. Ik denk dat dit verkeerde research is. Hebben jullie wel eens een vrouw zien poepen? Nooit. Nee, hè? Nee. Maar goed, wij houden natuurlijk wel enorm veel van vrouwen, ook al zijn ze af en toe een beetje bang. Ik wil natuurlijk Femke Meijnes heel erg bedanken voor het meedoen aan deze video. Wat een prachtige rol heeft ze neergezet. Check ook zeker even haar YouTube kanaal. Hey, en ben je nou een mini-mens? Dan hebben we een leuke prijs. Want we hebben ook een vriendenboekje en die geven we weg in deze video. Laat in de reactie weten waar vrouwen nog meer bang voor zijn. En wie weet, doen we deze precies in je brievenbus. Kijk, dat past precies. Kijk, dit is een brievenbus. Kijk. Ho, 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 ho! Breaking glass. Altijd. Hi, editor hier. Omdat deze losers achter de camera vergeten waren de winnaar van de prijs van de vorige video bekend te maken, doe ik dat. Dus bij deze. Zikroon baate goeie bij en door loge dit zit. Ah, korte minuut gaat dat doen, zullen ja te doen, zal ik niet. Oh, dat goed, dat ben je aan het doen. Hoort dat ik weer gaat doen, man. Bedankt voor het kijken. Later!